Een hele goede morgen. We zijn hier te gast vandaag in het Brabantse Mierlo bij SD Stables. Prachtig weer, mooie omgeving hier. Vogeltjes fluiten. Dus een hele mooi begin van de dag. Ik keur vandaag samen met collega's Jolanda Slootjes en Jan Hellings. We hebben hier een tiental paarden te keuren. 9 veulenboekmerries en een stamboekmerrie voor graadverhoging. En vanmiddag reizen we door naar Stal Spliethof, waar we ook nog een 16-tal paarden keuren. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome here at SD Stables in Mierlo. We are going to judge here 10 horses, 9 foalbookmares and 1 studbookmare for star decoration. My colleague judges today are Jolanda Slootjes and Jan Hellings. And I hope you enjoy this live stream today.
Nee, nee. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 1, een 4-jarige veulenboekmerrie. Een langgelijnde merrie, moderne merrie met veel rasuitstraling. Een edel hoofd, een fraaie halsvorm. Merrie die een goede romprichting heeft, voldoende sterke bovenlijn heeft, iets gerekt is. Merrie met correcte beenstanden van zijaanzicht. Van vooraanzicht zou de voorbeenstand rechtsvoor iets correcter mogen. Beenwerk heeft veel kwaliteit. De stap is wat afgepast en met name de wendingen zou de merrie nog wat overtuigender mogen stappen. De draf heeft veel afdruk, veel balans, schakelend vermogen, genoeg souplesse. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number one. It's a long-lined mare with a good breed expression. She has a good top line and a good direction of the body. The quality of the legs is good. The leg stance of the foreleg is a bit towing in. The walk is sufficient. In trot, she shows a lot of power, suppleness. And she is accepted in the stud book today and declared star with a second premium.
je nog over? Hier bij de uitslag van catalogus nummer 2. Ook een vierjarige veulenboekmerrie die hier gepresenteerd wordt. Een merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die een sterke bovenlijn heeft, een goede romprichting heeft, een goede kruisligging heeft. Kruis zou misschien nog wel iets mooie lengte mogen hebben. En voor het mooie plaatje zou de merrie wat hoogbeniger mogen zijn. De merrie heeft royale hoeven, droog beenwerk. De voorbeenstand die zou wat correcter mogen. De merrie stapt met voldoende lichaamsgebruik, voldoende ruimte en takt. In draf toont de merrie veel afdruk en takt. Heeft een lang zweefmoment. Zou er bij het voorbeen nog iets verder uit mogen leggen. En ook het achterbeen mag nog iets verder onder de massa treden. Al met al is deze merrie goed vandaag voor stamboekopname en sterverklaring met een tweede premie. The result of number 2. It's a 4-year-old full book mare with more than sufficient breed expression. The direction of the neck could be a little bit more vertical. She has a good conformation, a strong top line, a good direction of the body. Also a good position of the croup. She has clean legs. The forelegs are a bit towing in. The walk is regular and a good length of strides. In trot she shows a lot of suppleness, a good moment of suspension. She could place her hind leg more underneath the body and also put her foreleg more forward. She is accepted in the stud book and declared star with a second premium. The height at Widders was 162. De stokmaat van nummer 2 was 1,62 en de stokmaat van 1 was 1,66.
hierbij de uitslag van catalogus nummer 3. Een hele moderne merrie. Merrie die voldoende edel hoofd heeft. Veel neklengte heeft, een licht hoofd-halsverbinding. De hals zou misschien iets verticaler mogen qua stand. Merrie die correct gebouwd is, goede bovenlijn heeft, goede romprichting. Kruis is iets afhellend. Merrie die droog beenwerk heeft, achterbenenfractie sabelbenig, voorbeenstand correct. Paard die ruim en takmatig stapt. In draf veel oprichting toont, goed achterbeengebruik, ook snelheid in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 3. It's a modern mare with a good breed expression, a light head to neck connection, a strong conformation with a strong top line and a good direction of the body, clean legs, correct leg stances of the forelegs, the hind leg is a bit sickle hocked. The walk is regular and a good length of strides. In trot she shows a good posture, use of the hind leg. She is accepted in the stud book and declared star with a second premium.
ding. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 4. Mary die wat rijker zou mogen in de rasuitstraling. Mary die qua bouw een voldoende romprichting heeft. Sterker zou mogen in de bovenlijn. Ook het kruis zou wat minder hellend mogen. En de Mary zou een wat langer voorbeen mogen hebben. Mary heeft voldoende kwaliteit beenwerk. De voorbeenstand is iets toontredend. De Mary als ze over de rug stapt, dan stapt ze met voldoende takt. En ook heel resoluut. Op het moment dat er wat spanning komt, dan zie je dat het voorbeen wat snel wordt weggezet. In draf toont de merrie voldoende takt en ruimte, maar zou daarbij meer in verbinding mogen lopen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 4. It's a mare with sufficient breed expression. The head is a bit long. And she could also have more length in the pole. The confirmation, her top line could be stronger. The quality of the legs is sufficient. Her forelegs are a bit towing in. The walk, when she uses her back in the right way, is the walk regular and a good length of strides and active. In trot, she shows a good length of strides and enough power. But she could, she could trot more in connection. She is accepted in the stud book with a third premium, and her height at Widders was 161. De stokmaat van nummer 4 was 1,61 meter.
Ja, beste mensen, wat een genot om hier te keuren. Weer een hele mooie rasvertegenwoordiger in de baan. Een merrie met een prachtig silhouet, veel behang, fraai hoofd, mooie halsvorm. Uitmuntend rastype. Merrie die ook heel correct is gebouwd, hoogbenig is, een goede romprichting heeft. Het kruis zou misschien wat minder hellend mogen, maar er is geen paard helemaal perfect. Beenwerk is voldoende droog en goed van standen. De stap is vlot, actief, sluit mooi aan. In draf toont de merrie veel vermogen, draaft opwaarts met veel balans. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterfverklaard met een eerste premie. The result of number one. It's a very nice mare with excellent breed expression. She has a very good conformation, high legs, good top line, good direction of the body. The position of the croup could be less sloping. Good leg work. The walk is active and regular. In trot, she shows a good use of her hind leg, a good uphill posture. She is accepted in the stud book and declared star with a first premium. The height at Widdes was 165. De stokmaat was 1,65 meter.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 6. Een royaal ontwikkelde merrie. Zou misschien iets meer jeugduitstraling mogen hebben voor een driejarige. Merrie met een fraaie halsvorm. Merrie met een sterke bovenlijn. Royale schouder, schofpartij. Goede kruisligging. Merrie die het beenwerk zou wat meer kwaliteit mogen uitstralen. De standen zijn correct. De stap is ruim en is takmatig. Zou nog wat actiever mogen. In draf vertrekt de merrie goed. Toont voldoende ruimte in de draf. Zou erbij iets meer ruggebruik mogen tonen. Daarbij zie je de strakke bovenlijn toch een beetje terug. De merrie die wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 6. It's a long-lined mare. A well-developed mare. With good breed expression. Especially the shape of the neck is good. She has a strong, tight top line. The legwork could be more dry. In walk, she shows a lot of room, and the walk could be a bit more active. In trot, she has a good use of her hind leg, but she could use her back better. She is accepted in the stud book and declared star with a second premium. And the height at Widdes was 165. De stokmaat van nummer 6 was 1,65 meter.
hierbij de uitslag van catalogus nummer 7. Mary met een fraaie voorhand, kijkt helder de wereld in, met veel behang. Mary die grootramig is, een strakke, sterke bovenlijn heeft, goede horizontale romprichting heeft, kruis zou wat meer lengte mogen hebben. Beenwerk heeft goede kwaliteit, achterbeen is een fractie sabelbenig. De Mary stapt actief, maar zou daarbij meer ruimte en lichaamsgebruik mogen tonen. In draf, ja, dan denk ik dat de Mary nog aan kracht moet winnen. Ze heeft dan ook wat moeite om haar rug los te laten. Het achterbeen blijft wat duwend en mist wat souplesse. Vanwege het fraaie exterieur krijgt deze Mary vandaag een derde premie. En ze wordt dus opgenomen in het stamboek. The result of number 7. It's a mare with a good breed expression and a good conformation. Tight top line, good direction, horizontal direction of the body. The croup could be a bit longer. The quality of the legs is good. The hind leg is a bit sickle hocked and the right foreleg a bit towing in. The walk is active, could have more length of strides. In trot, she has to gain more power. She is accepted in the stud book with a third premium. Height at Widdes was 166. De stokmaat van mijn nummer 7 was 1,66 meter.
En dan werkt de boel in. Goed zo, meisje. Wil je nog even op ons afstappen? Yes. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 8. Zowel een paard met uitersten, een jeugdige merrie. Merrie die iets lang in het hoofd is, iets meer neklengte zou mogen hebben. Maar wel helder de wereld in kijkt. Merrie met een goede schouderpartij. Merrie die iets opwaarts gebouwd mag zijn. Het kruis zou wat minder hellend mogen en wat meer lengte mogen hebben. Merrie beschikt over keihard beenwerk. De voorbeenstand, met name van het rechter voorbeen, kan correcter. De stap is actief, zou meer ruimte mogen tonen. In draf waardeert deze merrie zich enorm op. Toont heel veel techniek, komt goed van de vloer. Toont veel balans. In de wendingen blijft ze mooi in het ritme doordraven. Met die draf compenseert ze voor een aantal zaken. En dat maakt dat ze vandaag opgenomen wordt in het stamboek. En ster wordt verklaard met een tweede premie. The result of number 8. It's a youthful mare. She could have more breed expression. In the confirmation, her croup could be longer and also the position of the croup could be less sloping. She could have a more uphill direction of the body. She has very clean legs. The right foreleg is very toeing in. The walk was active but short. She has a very good trot with a lot of technique. A lot of power, a lot of balance. She compensates with her trot for other characteristics. And she is accepted in the stud book and declared star with a second premium. Her height at Widders was 162.
Thank you.
mijn mama. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 9. Mary, die wat rijker zou mogen in de rasuitstraling, iets meer neklengte zou mogen hebben, wel een hele verticale hals heeft. Mary die een strakke bovenlijn heeft, een hele goede romprichting. Mary beschikt over droog beenwerk. Achterbeen is een fractie sabelbenig. Mary stapt ruim en voldoende door het lijf. In draf toont de Mary veel actie, veel snelheid in het achterbeen. Loopt steeds opwaarts, drukt het schof steeds omhoog. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Result of number 9. It's a mare with sufficient breed expression. Her head could have more expression and she could have more length in the poll. She has a vertical direction of her neck. She has a good direction of her body. The top line is tight. She has clean legs. The hind leg is a bit sickle-hocked. In the walk, it was regular with a good use of her body. The trot was very good with a lot of bending in the joints. An uphill position of the body and a good powerful hind leg. She is accepted in the stud book and declared star with a second premium. Stokmaat was 1,62, height of withers was 162. We hebben de veulenboekmerries voor stamboekopname gehad. We hebben nog één stamboekmerrie in de rubriek graadsverhoging. Zevenjarige stamboekmerrie die voor sterverklaring komt. Na deze merrie zullen we de eerste premiemerrie nog eenmaal beoordelen. En dan volgens de richtlijnen van kroonverklaring.
niet in de kant aan drukken, denk ik. Nee. Die deze, die andere, toch? Ja, dat is deze. Meisje. Jij moet ook twee weken al, of niet? Ja. Oh, spannend. Ja. Weet je al wie er zo weg? Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 10. 7-jarige stamboek Mary. Mary met een hele sympathieke uitstraling. Die voor de rasuitstraling een iets verticalere halsstand zou mogen hebben. In de bouw heeft ze... zou ze iets lang gelijnder mogen zijn en de romprichting zou wat opwaartse mogen. Mary die heeft voldoende droog beenwerk. De hoeven zouden wat royaler kunnen. Ja, de stap, daar mag ze wat meer in overtuigen. Mag ze meer stabiliteit in tonen. In draf heeft ze een goed gebruik van het achterbeen. Vouwt ze mooi onder de massa. Deze Mary wordt vandaag niet geprimeerd, dus blijft het stamboek. Voor een hogere waardering zou ze meer kwaliteit in het exterieur en in de stap moeten laten zien. Draf was heel goed. Dankjewel voor de presentatie. Number 10. It's a 7-year-old studbook mare. She has sufficient breed expression. The stance of the neck would be more vertical. It's a bit of a classical type of horse. The leg work is clean. The hooves could be taller. In the walk, she could show more regularity. In the trot, she shows a good use of her hind leg. She doesn't get a premium today. The height at Widdes was 161. De stokmaat was 1,61 meter. Dan wachten we nu op de eerste premie, Mary. Even kijken welk nummer dat was. Catalogus nummer 5. Die komt nog een keer terug voor een tweede beoordeling vandaag. De Mary wordt vanwege de eerste premie uitgenodigd voor de centrale keuring die dit jaar in Harig plaats zal vinden in Friesland. Daar zal de kroonverklaring ook plaatsvinden. Maar ja,
Mocht de centrale keuring om wat voor reden dan ook niet door kunnen gaan, dan doen wij nu alvast de tweede beoordeling. Het resultaat maken we niet openbaar, maar dan hebben we dat altijd achter de hand. En ik denk dat het ook fijn is om met zo'n kapitale merrie af te sluiten. We continue with the second inspection of the first premium star mare, the three-year-old, number 5, for crown decoration. We hope we have a central curing in September, but if there are some reasons that we cannot have the central curing, we judge her now for crown declaration and we keep the result secret. This is number 5 for a second inspection. Ja, beste mensen, hiermee zijn we aan het eind gekomen van de eerste locatiekeuring vandaag. Een keuring met uitzonderlijke kwaliteiten. Van de 10 paarden die zijn gekeurd zijn er maar liefst 7 ster geworden. Complimenten voor deze jonge trainingstal van Demi en Stan Derksen. Mooi entourage hier, bedankt voor de vlotte aanvoer. Ook dank aan mijn collega's Jan en Jolanda. Adriaan voor het filmen, we zien jou zometeen weer. Ik sta in beeld, zie ik. Ingrid Truijers is aanwezig om foto's te maken, dus die zullen wel weer verschijnen op de social media. Wij hopen u zometeen terug te zien om circa 2:30, maar houd de site van het stamboek in de gaten. Dan gaan we naar Stal Spliethof in Bladel en dan hopen we u graag weer te zien. Dank u wel voor het kijken. Ladies and gentlemen,
This was the end of the first location inspection at location today. We have another one at Splitoff Stables starting about 13:30, half past one. Yes, we had a very good inspection here today. Out of the 10 horses, 7 deserved the star predicate. We thank everyone who made this happen, and we hope to see you again on the live stream this afternoon. Thank you for watching this live stream.